Thuis zelf je haar verven? Hoe doe je dat? Voor veel vrouwen is dit nog onbekend terrein. Vaak wordt er uit gemak voor een kapper gekozen, terwijl het thuis net zo makkelijk kan zijn. Ik bespreek het vandaag allemaal en laat je zien hoe je mooi en gemakkelijk je haar kan kleuren. En daarvoor heb ik iemand van de straat geplukt die me wil helpen. Vertel, ik ben heel erg benieuwd naar jouw kleurgeschiedenis. Verf je wel eens je haar? Ja, ik heb mijn haar wel eens in het verleden geverfd. Recent heb ik het niet geverfd. Het is nu gewoon naturel. Ik zou graag mijn grijze haren willen bedekken. Ik zie af en toe wat grijze haren, dus die gaan we mooi bedekken natuurlijk. En heb je haar ook wel eens thuis geverfd? Nee, nog nooit eigenlijk. Dus ik ben wel heel erg benieuwd. Oké, nou ik ga je laten zien dat het ook goed te doen is. We gebruiken vandaag voor je haar een vernieuwde crème kleuring. Het fijne van deze haarkleuring is dat de Brilliant Oil Elixir is toegevoegd met 100% avocadoolie. Erg verzorgend dus. Daarbij zorgt deze kleuring voor meer glans en totale grijsdekking. Dat is wat jij ook graag wilt, toch? Heel graag. Ik heb hier een paar kleuren uitgezocht voor jou. Waarvan denk jij, dat lijkt me wel wat? Ja, deze spreekt mij wel aan. Nu je een mooie kleur hebt uitgekozen, is deze kleur makkelijk te mengen. Wil je het misschien zelf doen? Dan leg ik je uit hoe. Ja, graag. Het is belangrijk dat je altijd handschoenen gebruikt bij je haren verven. Deze zitten natuurlijk gewoon in de verpakking, dus die hoef je niet extra naar huis te halen. Oké, dan mag je het flesje openen en dan gaan we deze tube erin doen. Je mag de hele tube leeg spuiten in het flesje. Dan voegen we nog de olie toe voor extra verzorging. Deze mag er dus ook helemaal bij. Dop mag er weer op. Mag je weer opdraaien. Zorg wel voor dat hij hem echt stevig aandraait. En mag je hem schudden. Goed schudden, dat is echt belangrijk. Is het goed gemengd? Ja, ik denk het wel. Top. Dat ging makkelijk, toch? Zeker. Het is belangrijk zodra het gemengd is, dat je het wel meteen aanbrengt. En omdat jouw haar nog niet eerder gekleurd is, kunnen we het gewoon in één keer helemaal opzetten. Als je nu wel gekleurd het haar zou hebben, dan is het beter om die uitgroei dan een voorsprong te geven. Ik masseer het lichtjes in, om te zorgen dat het goed verdeeld wordt. Je kunt hiervoor natuurlijk ook een kam gebruiken. Nu laat het even 30 minuutjes intrekken. Nou, de tijd is om, dus we gaan het uitspoelen. Zoals je voelt gebruik ik lauwwarm water. Ik spoel het uit totdat het water helemaal helder is, zodat je ook echt weet dat alle verf eruit is. En nu ga ik je haar wassen met een kleurbehoudende shampoo. Deze kleurbehoudende shampoo van Goel is erg fijn na het verven. En tot slot gebruik ik nog deze intensief herstellende treatment voor extra verzorging en glans. Ik masseer het zachtjes in en laat het kort inwerken. Hierdoor krijg je super zacht haar. Zo, dat is klaar. Zal ik het nog even mooi voor je droogfeunen? Ja. Ik vind het heel mooi geworden. En al het grijze is gedekt, zie je. Ik ben benieuwd wat je ervan vindt. Kijk zelf maar even. Oh, super. Echt heel erg mooi. Ja, staat je heel mooi. Dank je. Super bedankt. Ja. Ik heb nog een leuke goodiebag voor je. Met kleurbehoudende producten allemaal erin. Zodat je extra lang kunt genieten van je kleur. Hartstikke bedankt. Super. Graag gedaan.